Een kleine 2 weken geleden kregen we als een van de eerste de DJI Dock. En inmiddels hebben we hem natuurlijk uitgepakt, een mooi plekje gegeven, geconfigureerd en ook de eerste meters mee gevlogen. En in deze video gaan we je laten zien hoe dat eruit ziet. We beginnen even in DJI Flight Hub, want dat is waarmee we vandaag de DJI Dock gaan aansturen. Op het moment dat we het project openen, wat we hebben aangemaakt en waar we de dock aan hebben gekoppeld, dan kom je eigenlijk in dit hoofdscherm terecht. Dan zie je de kaart, dan zie je de locatie van de dock en daar zie je ook de alternate landing site waar die zou gaan landen op het moment dat hij in de dock niet terecht kan. Een paar meter verder achter ons. Aan de linkerkant zien we de DJI dock, zien dat die verbonden is in idle en dat er ook een drone in zit die op dit moment uitstaat. Nou, we gaan even een heel simpel waypoint missietje maken. Dat doen we door een nieuwe flight route te maken. Die noemen we eventjes test. Dan selecteren we de gimbal die we hebben. In ons geval een M30T camera. Klikken we op OK. En dan maakt hij die route aan. En dan kunnen we de waypoints van die route gaan invoeren. Aan de linkerkant van het scherm zien we wat basisinformatie die eigenlijk voor de hele missie gelden. Dus welke camera's we gaan gebruiken. De safe takeoff altitude. De hoogte doen we even above ground level. Dat is hier wat makkelijker. Dan zetten we hem op 25 meter hoogte. Dan kunnen we de flight speed nog invullen. Hoe snel die tussen de missies doorvliegt. En hier hebben we wat dingen zoals die aircraft yaw en de gimbal control type. Die afhankelijk van de missie en de waypoint nog los in te stellen zijn. Maar dit zijn eigenlijk de instellingen voor de hoofdmissie. Nou, op het moment dat we dan een waypoint gaan maken, beginnen we even met een eerste waypoint wat ten noorden van de dock. Dan zie je dat hij die hoogte als die 25 meter ook heeft overgenomen. En dan kunnen we naast dat waypoint ook actions op deze waypoint gaan toevoegen. Nou, we willen wat foto's van de dock maken. Dus we doen de aircraft yaw toevoegen, gimbal pitch toevoegen en we doen take a photo toevoegen. Nou, en wat je dan op de kaart ziet gebeuren is dat je dat gele vlakje ziet. En dat gele vlakje representeert waar de camera naartoe kijkt. Dus dat gele vlakje dat gaan we eventjes verslepen totdat die richting de DJI Dock wijst. Zo. En dat stippellijntje in het midden is dan ook het midden daarvan. En dan kunnen we dus ook de pitch even wat aanpassen zodat die beter richting de dock wijst. Even kijken. Zoiets. Iets deze kant op. Zo. Zal niet exact zijn, maar voor het idee is dat voldoende. En we hebben hem op take foto staan, dus op het moment dat hij die twee dingen heeft gedaan, dan maakt hij daar een foto van. Nou, zo'nzelfde waypoint gaan we dan ook vervolgens ten oosten van de dock maken. Daarbij doen we wederom hetzelfde. Pakken aircraft yaw, gimbal pitch en take foto. En we passen die yaw dus eventjes aan, dat hij richting de DJI dock kijkt. Kijken. Zo. En dan doen we weer in de pitch weer wat omhoog, zodat hij iets hoger kijkt. Dat is net iets te veel, zal zoiets ongeveer zijn. En dan maken we zo'n derde waypoint ook nog een keertje aan deze kant van de DJI dock. Die slepen we iets verder weg. Zo. Iets meer hierin hebben. En ook daar doen we weer die aircraft yaw, gimbal pitch en maken foto. Dus dan gaan we weer die kant op. Zo. Zetten we de pitch iets omhoog. Zo. En dan hebben we een foto in onze richting. Nou, die missie die gaan we even opslaan. En dan gaan we terug naar het hoofdscherm. En dan gaan we eigenlijk naar de plan library. En hier gaan we eigenlijk die missie die we net gemaakt hebben koppelen aan de DJI dock. En vertellen wanneer die moet uitvoeren. Dus we createn een plan. Die noemen we eventjes testplan 01. Dan selecteren we een vliegroute. Dat is de test die we net gemaakt hebben. We selecteren het apparaat. Dus in ons geval de DJI dock die hier staat. En dan kunnen we nog een paar dingen instellen zoals de return to home hoogte. Zetten we even op 30.
We kunnen instellen als hij het signaal kwijtraakt wat hij moet gaan doen. En we kunnen instellen wanneer hij dat moet gaan uitvoeren. We kunnen kiezen om nu gelijk te doen, op het moment dat we op oké drukken. Maar je kan ook instellen dat hij dit op een later tijdstip op of een herhalend tijdstip gaat uitvoeren. Nou, in dit geval zetten we hem even op immediate en drukken we op oké. En op dit moment gaat hij die missie dus even aan elkaar knopen en eigenlijk rechtstreeks naar de DJI dock versturen. Nou, daar zien we inmiddels het licht rood worden en het piepje aangaan. Wat betekent dat de DJI dock zo meteen open gaat. Dus hij gaat nu alles voorbereiden. Hij heeft het toestel aangezet, de dock gaat open. Die armpjes waarmee hij het systeem in het midden zet en waarmee hij het systeem oplaadt, heeft hij inmiddels aan de kant geschoven. En het toestel is nu aan het initialiseren, net als hij normaal zou doen op het moment dat je je drone aanzet. Hij moet eventjes de standaard initialisatie doen. Hij moet even zorgen dat hij een goede GPS-fix heeft. En op het moment dat hij dat heeft, duurt meestal een seconde of 30 tot 60, zal hij het toestel gaan starten, de motoren gaan starten en opstijgen om aan zijn missie te gaan beginnen. Nou, hij heeft RTK, dus er zit ook een RTK base station in de dock. Dus daarmee heeft hij vrij snel een fix. Daar is hij. En zal hij aan zijn missie gaan beginnen. En op het moment dat hij is opgestegen, dan zie je ook dat de dock gelijk de deuren weer sluit. Zodat hij wat dat betreft gesloten is. Nou, in het portal zien we dan vervolgens dat de dock dus operationeel is. We zien dat hij nog ongeveer 1 minuut aan het vliegen is. We zien hier waar de drone zit en de missie die hij gaat vliegen. We kunnen ook de informatie van de dock erbij pakken en de informatie van het toestel. En ook bijvoorbeeld het camerabeeld. Dus ik heb hier nu het beeld van een wide camera. Dan vliegt hij naar punt 1 en dan zul je zien dat hij zich omdraait. Dat hij zijn gimbal naar beneden pitcht zoals we hebben ingesteld. Dat hij een foto maakt en vervolgens doorvliegt naar punt 2. Nou, we kunnen ook bijvoorbeeld wisselen naar de infraroodcamera als we dat willen. Zodat we dat in het thermische beeld zien. En ook bij punt 2 waar hij nu is zul je zien dat hij draait. Zijn pitch nog iets aanpast en weer een foto van ons maakt. Om door te vliegen naar het derde waypoint. Nou, ondertussen kunnen we dus ook de informatie van het toestel, zoals de batterijstatus, de hoogte en de vliegsnelheid, allemaal in de gaten houden. Evenals vanuit de dock de weercondities. Hoe hard het bijvoorbeeld nu waait en of het regent op dit moment. Nou, dit is het derde waypoint. Daar heeft hij ook zijn foto gemaakt. En dan gaat hij return to home. Dan komt hij dus weer teruggevlogen. En die return to home procedure ziet er eigenlijk hetzelfde uit als je normaal gesproken met de DJI drone hebt. Dus hij komt terug naar zijn landingsplek, draait zijn neus in de startpositie en zet langzaam de daling in. Tijdens het vliegen knippert de dock groen om aan te geven dat er op dit moment een actieve missie gevlogen wordt. En het toestel komt nu langzaam landen en op ongeveer een meter of 12 boven de dock zal de dock zijn deurtjes weer open doen om vervolgens het toestel erin te laten landen. Het toestel gebruikt twee technieken. Hij gebruikt de RTK GPS om in te landen en hij heeft de camera naar beneden gezet waarmee hij de visuele markers in de dock kan gebruiken om precies op zijn plek te komen. Nou, de dock is inmiddels open gegaan, het toestel komt weer naar beneden en zal zich netjes in het midden van de dock neerzetten. Nou, vervolgens gaan die armpjes waarmee hij het toestel weer in het midden zet weer aan het werk. Dus hij gaat het toestel weer positioneren. Naar het midden toe zetten, zodat hij weer precies in het midden goed staat. En op het moment dat hij dat gedaan heeft, dan sluit hij ook de pinnen daarvan in, waarmee hij het toestel uiteindelijk kan uitzetten en kan opladen. Dat laatste stukje gebeurt nu, waar hij hem in het midden duwt en die pinnen erin zet. En dan gaat hij zo meteen de sluitingsprocedure doen, waarbij hij de props heel langzaam gaat ronddraaien, zodat tijdens het sluiten van de dock die props naar binnen gevouwen kunnen worden, zodat die niet in de weg zitten. Nou, die props die draaien nu langzaam, de dock gaat dicht. De propjes vouwen zich netjes dicht. En de dock sluit zich. De drone die blijft nog heel eventjes aanstaan. Die zet hij niet gelijk uit. En dat doet hij omdat hij nog de beelden moet uploaden die hij van ons moest maken tijdens zijn missie. Dus hij heeft natuurlijk een aantal foto's gemaakt op die waypoints. En die worden ook gelijk geüpload. Dat zie je hier in het scherm ook van de task. Je ziet aan het einde van de task nu staan dat hij aan uploading staat. En dat hij nu 1 van de 9 foto's geüpload heeft. Dus hij laat het toestel aanstaan om via de verbinding die foto's naar de dock te halen. En die vervolgens via de internetverbinding te uploaden naar DJI Flight Hub in dit geval. Nou, die foto's kunnen we dan ook vervolgens gaan bekijken. Ik wacht even tot de derde er is. Dan hebben we een paar foto's om te zien. Die foto's zijn helemaal in hoge resolutie worden die geüpload.
Dus je hebt de ruwe foto's. Het is geen kopie van het live beeld of iets. Het zijn echt de ruwe foto's die uploadt. Die kun je ook downloaden vanuit het platform. En op het moment dat je zo'n foto aanklikt, dan zie je uiteraard de foto zelf. In dit geval van onze omgeving. Je ziet aan de rechterkant nog wat extra informatie, zoals de resolutie en met welk toestel die foto gemaakt is. Maar je ziet ook op die kaart daaronder waar de foto's van deze missie gemaakt zijn. En ook die kaart kun je weer groter klikken om bijvoorbeeld vanuit de kaart te kijken van hey, welke foto's zijn hier gemaakt en hoe zag het er op dat moment uit. We hebben ook bijvoorbeeld de thermische foto. Dus die zijn allemaal hier beschikbaar. Die kun je downloaden, inzoomen en daar kun je verschillende dingen mee in het platform gelijk doen. Nou, dit is eigenlijk even een eerste snelle blik over hoe een missie met DJI Flight Hub en de DJI Dock eruit zou kunnen zien. Uiteraard is dit een heel simpel voorbeeld en kunnen de missies veel complexer worden. En komen er ook nog veel meer mogelijkheden in DJI Flight Hub. Maar dit was puur om even een eerste blik te geven op hoe dat eruit kan zien. Maar ook hoe de DJI Dock werkt met het automatisch starten en landen in die dock. En mocht je nou meer over de DJI Dock of DJI Flight Hub willen weten, dan kun je uiteraard even contact met ons opnemen. En mocht je hem in het echt willen zien, dan ben je ook uiteraard van harte welkom.